Oh, wat gebeurt hier allemaal, joh? Zij zijn gewoon de Team Rocket van Splatoon, joh. Yo, Nintendo fans! We gaan weer verder met Splatoon, kinderen, jongens. We moeten nog een hoop leveltjes doen. En we moeten nog een hoop geimpjes zien te vinden, zoals hier eentje. Dus als je deze serie nou heel erg leuk vindt, knal dan even een duimpje omhoog. En abonneer gewoon. Dan ga ik gewoon eens even verder kijken. Dan gaan we weer allemaal nieuwe wapentjes uitproberen. Zoals de Paraplanter Klodderbom. Nou, dat klinkt in ieder geval echt super, hyper, super tof. De Paraplanter Klodderbom. Ik weet het allemaal niet, hoor. Oh, wat? Doe eens even rustig, joh. Ik heb hier toch die planter. Hier, planter op je ba... Wat is dit? Zijn zij zo sterk of zo? Doe eens even normaal, joh. Hotseflots. 1 upgradepuntje. En een koffertje erbij. Heerlijk. En een checkerpoontje. Ik zou niet zeggen dat dit nou het allerbeste wapen in de game is. Maar goed, hij is wel lachen. Maar biedt het dan ook bescherming als ik zo sta? Dan zou het wel nice zijn eigenlijk. Kijk, kunnen we even proberen? Ja, maar ik schiet ook tegelijk. Dus ik kan eigenlijk niet zien of het me beschermt. Ik denk het wel. Want er komt ook allemaal verf en inkt en weet ik veel wat. Komt ook allemaal op die paraplanter terecht. Dus ik denk het wel, ja. Piep, 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 piep. Oh, oh. Pas op, Rick. Pas op. Even chill, even chill. Mijn schild was eraf. Dus mijn schild was eraf. Ja, lekker. Weer een leveltje gehaald, jongens. Hier is ook iets wat we kunnen doen. We hebben weer een normale heldenuitrusting nu, blijkbaar. Dit is ook weer gratis. Dit is voor gratis en voor niks, jongens. Vind de sleutel en bereik het doel. Hallo. Kijk, dit wapen is gewoon veel sterker dan die paraklodder ding, man. Dit is gewoon een standaard wapentje. Die is veel beter. Zag hoe snel ik hem kapot maak. Hier, wat zo vlot. Of zijn dit nou weer andere? Oh, hier moet ik een sleutel voor hebben. Ja, die zit hierin. Sowieso. En hoppakee, iedereen. Hallo, ik heb hier een sleutel. Ik begin alvast met schieten. Is hier iemand? Hier beneden. Ik kan hier naar beneden. Ik ga hier ook naar beneden. Ik ga even deze kapot schieten. Ja, sleuteltje. En dan? Als ik deze open maak, wat dan? Dan zijn hier allemaal enemies. Oh ja, en dan ontwijk ik ze. Doen we gewoon. Gaan we deze even geel maken? Ja. Oh, hier kan deze kan ook nog open. Juist. Oh, we gaan hier naar beneden. Let's go. Oh, oh. Wow, wow, wow. Wat heb jij voor wapen, jongen? Holy moly. Nou, die staat er in ieder geval aan. Maar geen sleutel hier. We kunnen hier naartoe. En dan gaan we... Wee, nice. En er zit hier denk ik wel een sleutel in. Ja. Oké. Okay. Ik ga hier nog niet naar beneden trouwens. Oké. Oh, ja. Even kijken waar we nou weer zijn, hoor. Een geheime verdieping. Een geheime verdieping. Ja, ja. Hallo, vijand. Hallo, nog een vijand. Even dat geel maken. Ja, dan kunnen we straks daar naartoe. Oh, oh, sniperd. Daar is weer een sniperd. Oeh, ja, koffertje voor mij. Sniperd. Nee, je gaat me niet snipen, vriend. Ik ga jou schieten. Dan kun jij groot zijn. Maar je bent echt niet sterk genoeg. Zeg niet alles, hè. Hier kunnen we 1 sleutel inplempen. Ja, cool. Nou, wacht even, hier is ook nog wat. Kijk. Allemaal extra puntjes, dingetjes. Zouden we deze nog kunnen openmaken? Ja, dat moet ook. Moet het aan de andere kant dan ook? Zit daar ook zo'n ding? Ja, kijk daar aan het einde. Dit was gewoon een beetje een puzzel level. Vind ik ook wel leuk tussendoor. En gehaald. Lekker. Daar in vert is nog een level. Maar we kunnen ook gewoon hier naartoe gaan. Moeten we 1500 van die dingen inleveren? Oh, 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 oh. Wat gebeurt er? Wat moeten jullie voorstellen? Oh, wat gebeurt hier allemaal, joh? Wat heeft hij? Die heeft een korkblaadje voor zijn hoofd. Wij moeten helemaal niks. Maar voorstel. Stellen zal ik onzeker. Muriel, de moedige misdadiger. Aan de top van de voedselketen. Ha ja, heldhaftig en nog wat. Ai, we verdienen geld als water. Met Ray vis je nooit achter het water. De Splatlands zijn van ons, wij plunderen hier. Yo, zij zijn gewoon de Team Rocket van Splatoon, joh. Ik ben fan, zegt agent 1. Agent 2 zegt, het zal wel, maar wat willen jullie? Zijn je nou deep cut? De deep cut van de Anarchy Splatcast? Ja, dat heet werken voor de kost. Probeer het eens. Onze echte passie is diefstal. Diefstal? Zijn gewoon 2 dieven? Deze zag ik niet aankomen, maar ze vinden dat ze de jackpot hebben gevonden. Lach je gigantische schat onder de krater. Helemaal voor ons. Dus gaan jullie ons proberen tegen te houden? Of hoe zit dat? Want dat gaat jullie nooit lukken. We gaan alles zelf houden. Nou, kom maar dan. Ik wil ook best vechten, hoor. Is geen probleem. Ja, Ray, ik vind jou heel aardig vooral. Maar die 2 anderen, die doen super bij de hand. Haya zegt, ik ben klaar met dit gesprek. De schat is van ons. Ik zou jullie succes kunnen wensen, maar dat doe ik niet. Mossel. Oh, oké. Doei. Opeens zijn ze weer verdwenen. Yo, maar wat is dit dan? We gaan hierin, hoor. We gaan dit doen. Oh, ga ik nu naar een nieuw gebied of zo? Oh, oké. Aan uw rechterhand ziet u in de verte de mysterieuze raket. We zijn er bijna. Beraad je voor. Ja, we zijn in de Alles-Pluisfabriek aangekomen. Het volgende gebiedje, joh. Ik weet niet of dit een slim idee is, trouwens. Maar er is een sterk signaal helemaal daarboven. Dat zou opa kunnen zijn. We moeten daar gaan kijken. Ja, want dat is natuurlijk nog steeds onze missie. Om opa te vinden. Ik denk dat hier een schat ligt, trouwens. Hieronder.
Ik denk het wel. 1 upgrade punt. Yo. En? Wat zit hierin? Ja, kijk. Hoppakee. Maar kunnen we gewoon al daar naar boven dan? Daar moeten we zijn. Dan moeten we hier even het ding opgooien. Kost ons 700 muntjes. Oh, wacht. Dat hoeft helemaal niet, denk ik. Want ik denk... Kijk, deze kunnen we aanzetten. En dan kunnen we hierop springen. Kunnen we deze aanzetten? Dan gaan we er gewoon gelijk naartoe. Ja, dan zijn we er gewoon bijna. Dus dan halen we deze weg voor 900 munten. En dan moeten we deze ook weghalen. Maar daar heb ik denk ik niet genoeg voor. Nee, 1000 hebben we daarvoor nodig. Maar geef niet. Gaan we even dit leveltje hier doen. Yo, maar we zijn echt super ver in één keer nu. Dit kan nooit de bedoeling zijn. De octokwast of de spatkuip of de heldenuitrusting. Yo, ik ga voor die kwast, jongen. Ik ga voor die kwast. Ik ga iedereen kapot kwasten. Hallo allemaal. Ik heb hier kwasten voor jullie. Hutsenvlots. Ja. Lekker, hier naar boven. Dan gaan we door. Oh, we kunnen ook rollen. Oh, dan gaan we nog veel sneller. Oh, dit is super chill. Kijk, ik kan gewoon zo door. La la la. Oh, oppassen. Ja, hier, enemy. Ja, doei, enemy. Mozzel. Oh, nog een keer sniper. Doei, sniper. Oh, niet. Nee, ik sta gewoon letterlijk nu naast een sniper. Heerlijk. Oh, en oké, nu moeten we even kijken hoe we dit gaan doen. Oh, gewoon zo, denk ik. En dan kunnen we hier naar links. Ja. Kan deze kapot nu? Hoe maak je deze kapot? Ik heb ook bijna geen inkt meer nu. Oh, ja, ze kunnen wel kapot. Oh, top. Ja, nu kunnen we hier naartoe. En dan hier omhoog, ja. Oh, zag die focus, jongen. Ik kon gewoon niet meer praten. Maar dit was wel nodig, want hier was de sleutel. Gaan we deze weer maken. Ja, helemaal hoog. En jump. Lekker. Oké, de sleutel hebben we te pakken. Top. Deze zo. Oké, die moeten we even uitkijken. Want hier zijn knijterveel enemies. En die zijn gevaarlijk. Oh, ik kan ze schuilen achter het blokje. Ja, top, top. Oh, er zijn er al 3 kapot, joh. Hier is sniper, meneer. Ja, lekker voor je sniper, meneer. Maar je hebt een probleem. Jij weet niet waar ik ben. Jij weet niet wie en waar ik ben. Hoppakee. Heerlijk dit. En dan zijn we er bijna. Dan moet ik even keihard gaan racen, denk ik. Of valt het mee? Hopelijk haal ik dit in één keer. Ja hoor. Ja, easy. Lekker. Lekker. Dit leveltje hebben we ook gehaald. En dan gaan we kijken of we even opaatje kunnen vinden. Ja, want we zijn er oprecht bijna. Deze even kapot maken. Zo. Ja, ik ga als een tierenlier hoor. Als een tierenlier. Oh, en dan. Dit is een van de groot leveltje. Zit opa hier? Vecht je een weg door naar de beveiligde deur? Oké, let's go. Let's do this. Oh ja, dit ziet er gelijk speciaal uit. We krijgen 2200 dingetjes hiervan. Ja, dit zal wel heftig worden. We moeten ons naar de deur vechten. Oké, daar gaan we. Dit is een boss battle. Ho eens even, wordt er gezegd. Kijk, daar is ze, Muriel. Die zegt, je lijkt mij wel iemand die tegen een stootje kan. Wat dacht je hiervan? Jij doet voortaan met ons mee. We delen die, schat. Oh, je wil mij bij jouw team? Nee. Jij hebt gezegd dat je stoer was. En dat je mij kon hebben. Je wilt een danswedstrijd doen? Een danswedstrijd? Oké, dance battle, let's go. Ik denk dat ik maar gewoon in eerste instantie probeer om het zoveel mogelijk... Ik ben opeens blauw. Ja, Muriel die is altijd geel. Waarom ben ik opeens blauw? Ik ben Rikachu. Ik moet geel zijn. Ik moet niet blauw zijn. Dit is fraude. Moeten we al deze dingen weghalen? Ik denk het. Oh, misschien is het ook wel precies de bedoeling. Oh, er zijn er nog 2 over nu. Moet ik hierop schieten? Moet ik hierop schieten? Oh, daar komen ze weer. Oh, deze gaan op mij schieten. Kom dan, jongen. Kom dan, jongetjes. Kom maar, aaltjes. Kom maar, aaltjes. Jullie gaan kapoetski. Volgens mij maak ik... Als ik die aalen en zo kapot maak... Volgens mij maak ik hun dan kapot. Kan ik hier op of zo? Ik denk... Nee. Jawel, ik kan hier wel op. Kijk. Oh, nee. Oké, ik heb in ieder geval mijn inkt er nu op. Dan kan ik misschien de volgende keer er echt op klimmen ook. Er zijn nog 2 van deze over, trouwens. Oh ja, die schiet ik dus keihard op zijn bakkes blijkbaar. Lekker dit. Kijk, nu kunnen we hier op. En dan... Ja, hier ben je, Muriel. Hotseflots. Kan je stoer doen met je dance battle. Maar dit gaat niet lukken. Ik hou het goed vol, zegt hij. Oh, je gaat even weer op je fluitje blazen. Oké. Oh, het is er gelijk weer helemaal inkteloos hier. Oh, wat is dit allemaal? Ja, oké. Easy. Denk ik. Easy. Maak ze kapot. Maak ze allemaal kapot. Oh, er komt steeds meer inkt. Oh, nee. Yo, dit was niet eerlijk, jongen. Ik dacht dat het easy was, maar dat was helemaal niet easy. Ik dacht er veel te makkelijk over. Kunnen jullie niet even allemaal kapot gaan, jongens? Oh, maar hoe ga ik dit overleven? Hoe ga ik dit overleven, jongens? Moet ik gewoon op de goede plek staan? Ah, op de goede plek staan. Geef mij inkt. Oké, ik leef nog. Maar heel het gebied is geel, joh. Ik denk dat wij weer mogen nu. Top. Gelijk erop. Come on. Lekker. Deze voor je. Oké. Now we're talking. Kom maar op, Muriel. Dacht je dat je mijn alen kon laten sidderen? Jazeker, dat gaat best wel goed. Maar je zal vast nog een trucje hebben. Ik zal jou eens laten kronkelen, zegt ze. Nou, Muriel, liever niet hoor. Jeetje! Ik had moeten schuilen, denk ik, onder de grond of zo. Ik wou ze allemaal kapot schieten, maar ik denk niet dat dat het goede plan...
Oké, onder de grond werkt ook niet. Ik denk dat ik gewoon moet vluchten. Ja, zie je. Ik denk dat dat het idee is. Vluchten en dan een beetje van de zijkant schieten of zo. Final battle. Wisselen. Wat gaan ze nu weer doen? Hier komen we. Nu gaan zij zelf weer. Ja. Grootste gedeelte van het veld is nu wel blauw. Oh, jeetje. Murenmaalstroom gaat ze nu doen. Oh, deze was al naar trouwens. Maar ze heeft er niet zoveel meer... Oh, dacht ik. Niet zoveel meer over. Maar ze heeft er nog wel heel veel over. Ze heeft er nog heel veel over. Dit wordt een probleem, jongens. Dit wordt een probleem, denk ik. Dit wordt een... Nee! Oh, potverdorie, dit is nog best moeilijk. Misschien moet ik mijn super opladen en is dat het. Zoveel mogelijk in één keer pakken met mijn super. Ik ga wel met hem dit proberen. Ja, oké. Geen idee of dit voldoende was, waarschijnlijk niet. Maar ofwel, nou. Dit ging eigenlijk best wel soepel, inderdaad. Je hebt je super nodig om dan al die aaltjes kapot te maken. En dan gaat het in één keer hard. Dat is dus de truc. Lekker. Gewoon je supertje gebruiken. Hey, maar ik heb je wel verslagen, Muriel. Jij bent sterker dan je eruit ziet. Denk maar niet dat je van deep cut af bent. Ik drup af. Doei, mazzel. Of moet ik zeggen, mazzaal? Oké, slecht grapje, sorry. Maar mazzaal klinkt ook wel leuk of zo. Yes, lekker man. Maar is opa hier dan, of niet? Dit signaal kwam van dit geval. Nou ja, we hebben de enorm gevochten, dus laten we het maar meenemen. Wat is dit dan? Vecht je een weg naar de beveiligde deur? Ja, maar wat hebben we gekregen dan? Uitstekend gedaan, agent 3. En je hebt dit ding gevonden. Dat is heel mooi, maar... Maar het is niet opa. Het is een schat. Zo noemde Muriel het tenminste. Laten we dit ding maar even bewaren. Oh, hallo? Ja, is er iemand? Oh, dit is opa. Kan iemand me horen? Hallo, hallo, over. Ja, opa, waar ben je? Kelly, Mary, mijn lieve meisjes. Jullie zijn in orde. En ze zeggen, wij zijn gezond en wel. Maar opa, dan moeten we toch ook aan jou vragen. Hoe gaat het nou met jou? Nou, het gaat wel met opa. Ik bedoel, hij zit opgesloten in een of andere donkere kamer. Oh, oké. Hij wil eruit breken. We gaan je helpen, opa. Oh, we zijn weer helemaal in het begin, joh. Ik kan nog wat upgrades doen, trouwens. Vergroot de vuursnelheid van de helderspetten. Ja, deze lijkt me wel lekker, trouwens. Oh, dat kan nog niet. Waarom niet? Ik dacht dat ik deze al had gekocht. Maar ik moet hem blijkbaar ook nog activeren. Oh, en dan kan ik dan nu deze wel doen. Ja, kijk, nu kan ik deze wel doen. Oh, werkt dat zo, joh? Ik had het nog niet eens geactiveerd. Nou, dan ga ik het nu activeren. Oké, cool. Dan gaat nu het volgende pad, denk ik, open. Ja, maar die kan ik nog niet ontgrendelen. Want daar heb ik drie van die... Ja, ik vergeet elke keer hoe dat ding heet. Deze ijzeren sardientjes. Maar ik kan nu ook iets aan de zijkant, denk ik, activeren. Je kunt sneller door vijandelijke inkt bewegen. Of de meter van je speciale wapen wordt nog sneller gevuld. Oh, die kan ik toch niet doen. Nou, deze wel dan? Nee, ook niet. Nou, ik snap nog niet helemaal hoe dit werkt, hoor. Anyway, we gaan best lekker. En als jij dat ook vindt, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we snel verder in de volgende video. Mazzel!